Goedemiddag, Jan. Hey Marie, wat leuk. Ik kijk toch iedere dag weer uit om jou te ontmoeten, moet ik zeggen. Dat is altijd een hoogtepunt in mijn dag. Oh, dat vind ik heerlijk om te horen. Nee, voor mij ook hoor, absoluut. Het is fijn dat de dag in coronatijd dit ritme heeft en dat we toch echt weer een moment vinden iedere keer om samen even 10 minuten de wereld te bespreken. Ja, zeker. Ik vind het fantastisch, dat het fantastisch gaat en dat al 46 vlogs lang, hè? Ja, hartstikke leuk, jong. En ik was net nog vredestichter, want we hebben sinds kort twee poezen in huis. Twee asielzoekers, letterlijk. Uit het asiel. En die kunnen het af en toe nog niet helemaal goed vinden. Dus af en toe moest ik naar beneden om de boel rustig te houden. Dus ik heb een bijzondere dag gehad. Je bent een soort VN-soldaat in eigen huis. Ja, ik heb de helm op en de handschoentjes aan. Die dansschoentjes, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, zeker. Gisteren heb jij met Europa gesproken. Ja. Dat is heel bijzonder. Ik had graag meegemaakt, maar je weet, mijn Engels is dusdanig beroerd. Dat ga ik mezelf even niet aandoen. Maar hoe was dat? Want de Rosso Road Movie gaat nu over Europa heen in feite. Je hebt hij is gisteren over Europa gegaan. Hè, voor een zaaltje van, ik denk dat er 50 mensen waren, 40 mensen waren er online. Maar dan echt over de hele wereld zelfs. Ja. Niet alleen in Europa, maar was ook iemand uit Colombia die mee aan het kijken was. En dat was echt wel heel leuk. En ik mag natuurlijk, daar verheug ik me altijd al op, om een keer Hello Europe te zeggen. Ja, dat is... en dat heb je gedaan. Zeker, ja. Nee, het was heel erg leuk. Dat is natuurlijk wel, dat besefte ik me pas later. Maar deze tijd gaat ons heel veel leren wat dat betreft. En mensen met een handicap, ja, soms is het lastig om je... mobiliteit is soms een issue bij sommigen van ons. Mm-hmm. En dit zijn wel manieren om echt letterlijk over de hele wereld uit te zenden en bij elkaar te komen zonder echt fysiek bij elkaar te zijn. Want eigenlijk hoorde ik de Rosso Road Movie nu te vertonen in ergens een Brusselse zaaltje bij het Europese parlement, waar ik me enorm op uitgekeken had. Ja. Maar dat is uiteindelijk deze online vertoning geworden. Met als voordeel dat je inderdaad echt wel heel Europa bereikt, waar anders mensen moeite moeten doen om naar Brussel te komen, kom je nu echt iedereen's huiskamer binnen. Dus ik vond het wel heel bijzonder. En hey, maar wie waren je kijkers? Dat waren de mensen die zich aansluiten bij de European Network of Independent Living, een organisatie waarvan ik vind dat die veel meer Nederlandse leden nodig heeft dan ze eigenlijk hebben. Want het is een hele actieve organisatie die probeert in Europa de rechten van de mensen met een handicap te waarborgen en dan vooral hun focus te leggen op onafhankelijk leven. Dus wat we in Nederland als PGB kennen, hè, persoonlijke assistentie. Ja. Ze zijn enorm tegen instellingen. Ze zijn eigenlijk ook tegen de kleine vorm van instellingen, hè? Want tegenwoordig is de trend om van grote instellingen af te komen en daar kleine instellingen van maken. Eigenlijk keren ze zich daar ook tegen, want ze vinden dat er ook een alternatief moet zijn, namelijk persoonlijke assistentie. Ja. En zij baseren dat op echt een grondrecht, op het VN-verdrag. En ze zijn eigenlijk iets, want ja, Europa heeft een aantal organisaties, de dominantste is ook waar iedereen lid van is, dat is de European Forum of Disability, Disability Forum, EDF. En zij zijn eigenlijk, Emiel moet je zien als een beetje het radicale broertje daarvan. Dus het broertje met de leren jas aan. En zou je nu vertellen, ook als terug naar het bos hebben we veel met hen samengewerkt. Ja, ze zijn echt wel wat feller. En dat levert voordelen op, namelijk dat ze vaak wat meer zeggen dan EDF. Ook bijvoorbeeld heel erg opnemen voor vluchtelingen met een handicap. Het nadeel daarvan is dat je dus minder snel toegang krijgt tot de Brusselse lobby. Omdat die het toch prettiger vinden om dan met de wat kalmere EDF te praten. Die zich vaak net wat diplomatieker gedraagt. En ik denk dat je ze allebei hard nodig hebt in een Europese strijd voor handicap. Dus de mensen die daar gisteren waren, die zijn aan Emiel ergens gelineerd. Ja, want de echte independent living beweging is eigenlijk ook letterlijk uit Amerika voortgekomen. Ja. Is dat? Ja. Ja,
Amerika en het Verenigd Koninkrijk, hè? Die twee. En Zweden, die het natuurlijk als eerste gepraktiseerd heeft en vervolgens ook uitgerold heeft naar de rest van de wereld. Ik denk dat Zweden wel het meest grote voorbeeld is van het land wat het ook daadwerkelijk gepraktiseerd heeft. Maar de filosofie komt uit de Verenigde Staten, de Universiteit van Berkeley. Dat is een beetje de heilige grond van de onafhankelijk leven. En ook het Verenigd Koninkrijk, die zich daar heel veel mee bezig heeft gehouden. Ja. En dat... ik heb vrij veel met Vlaanderen contact gehad met onafhankelijk leven. Dat heet het in Vlaanderen. Ik vind het geweldig goed. Ik kan niet anders zeggen. Alleen, wat ik me wel afvraag, van, hoe is jouw film daar gevallen? Ik bedoel, daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Ja. Ja. Ja, nou, het was heel leuk. Het was, ik kan, normaal gesproken, Jan, heel veel mensen die filmmakers herkennen dat. Als je een film vertoont, dan ga je ergens midden in de zaal zitten, het liefst, of achter in de zaal. Dan ga je zo voelen hoe een zaal reageert. En kijk, dat miste ik nu volledig. Ik kon niet eens zien hoeveel mensen er echt daadwerkelijk keken. Dus je bent vooral aan het zenden. Maar we kregen hele leuke reacties terug. Mensen die het ook wel echt... heel interessant vonden en ook vooral heel leuk vonden om het te zien. Dat het, ja, we hebben echt geprobeerd om ook heel veel humor in de serie te zetten. En dat heb ik aan mijn crew te danken, want het was ook altijd een hele melige bedoeling met ons allemaal. En dus dat werd heel goed ontvangen. En heel veel geïnteresseerde vragen. En ook echt wel heel veel grote vragen in de zin van dat iedereen wel worstelt dat er een emancipatiebeweging moet worden opgezet. Maar dat iedereen worstelt met hoe doen we dat? Wat moet de taal zijn? Hoe krijgen we lokale overheden zover? En natuurlijk heel veel reacties ook later nog over Griekenland gekregen. Hoe die situatie daar zo kon ontsporen in zo'n instituut. Maar ook vooral over, hoe heb je dit überhaupt voor elkaar gekregen om zo'n serie van de grond te krijgen voor nationale tv? Wat heel veel mensen zich ook gewoon afvragen. Dus... dat waren wel heel veel reacties. Maar het meeste ging toch echt over hoe kijken jullie met z'n tweeën, want Simone en ik mochten de vragen beantwoorden, op hoe je emancipatie van de grond krijgt. Hoe je de positie verbetert. Dus eigenlijk ook weer, hè, onze vlogs over beeldvorming hadden daar heel veel mee te maken. Dus hoe ga je daar de beeldvorming beïnvloeden? Dat is toch wel de grote vraag die speelde, als ik het zo probeer samen te vatten. Ja. Boeiend dan. Ja, heel boeiend. En fantastisch leuk. En heel fijn als er meerdere rolstoelroadmovies zou komen in verschillende landen met verschillende mensen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat mensen ook aan de slag gaan met het concept. Ja. En fijn dat we op deze manier toch een soort live vertoning hebben waar je dan heel veel mensen mee kan inspireren. Ik moet wel zeggen dat ik werd na de hele vertoning had ik wel een beetje een dipje, want ik werd helemaal euforisch van die sfeer die in zo'n Zoom-meeting hing. Ja. En dan is de meeting afgelopen en dan is het in één keer ploep, weg. En dan is het zo doodstil in de kamer. En dat vind ik dan wel raar. Dan ben ik toch ouderwets, want dan had ik toch wel gehoopt dat we zo, hè, zoals dat gaat, stel dat het in Brussel was geweest, dan had je nog even nageborreld, hoe ging het, ja, dit en dit, en dan loop je samen terug naar het hotel. En dat zijn toch wel dingen die voor mij het leven mooi maken. Ja, ja. Ik proost op je succes. Dank je wel, Jan. Ja. Dat meen ik ook echt, want ik denk echt dat onafhankelijk leven, independent living, echt een beweging is die het waard is om in je netwerk te hebben. Letterlijk. Nou, we hebben, vergis je niet, hè, we hebben heel veel aan hun te danken, want ontzettend veel karakters uit de serie, die waren allemaal al leden van de Independent Living. Dat verbaasde me niet, trouwens. Wat zeg je? Nee, zij waren eigenlijk hofleverancier voor onze serie, dus we hadden ook gewoon heel veel aan ze te danken, wat dat betreft. En daarom doe ik die screening dan ook heel graag. Want zonder hun was die serie dan nooit geweest. Dat weet ik ook. Zo werkt het dan ook weer wel. Maar dat betekent wel dat onafhankelijk leven, de mensen die erbij aangesloten zijn, dat zijn wel allemaal eenzelfde soort mensen. Ja. Ja. Dat zijn wel de grote voortrekkers, denk ik. Ja. En het moment dat je ze... en ik hoop dat er heel veel mensen enthousiast worden, ook in een jongerenbeweging, om dat nog wat actiever te laten zijn. En ik hoop ook dat hun...
financiering weer terugkomt. Want ze zijn natuurlijk, ze hebben alleen maar projectfinanciering op dit moment. En nu doen ze een aanvraag voor de, hè, voor de grote financiering, voor structurele financiering. En ja, een partij als INEEL is ondenkbaar om dat niet in je publieke debat te hebben. Die zijn heel hard nodig voor dit debat. Ja. Dus die, hoe meer steun die krijgen, hoe beter het is. Ik hoop het ook, want dat is ook een van de redenen waarom die subsidie ook, waardoor ze ook in de problemen zijn gekomen. Ik bedoel, Peter Lambrechts, een belangrijk man in België. Daarvan weet ik ook in die periode dat hij nog leefde, dat dat echt een probleem was, omdat ze zo fel en helder waren in hun visie. Ja. Daardoor hebben ze zich niet altijd bemind gemaakt. Ja, en vergis je ook niet, hè? Zij komt ook in een serie voor, Kapka Paniatova, die heel lang voorzitter is geweest. Ja, dat is echt een pittige dame. Die heeft ook vaak gewoon echt wel gelijk. Maar die is echt niet bang om even een knuppel in het hoenderhok te gooien. Dat doet ze zonder problemen. En dat is een bepaalde stijl van activisme die hard nodig is. Maar die inderdaad soms wel, wat betreft samenwerking met de Europese Unie. Ja, ik kan me voorstellen dat politici zich nogal geïntimideerd voelen door zo'n club. Zeker, zeker. Ja, we hebben natuurlijk zelf ook een onafhankelijke Independent Living Beweging in Nederland gehad. Die is redelijk klein gebleven altijd. Er is eigenlijk nog maar heel weinig over bekend. Maar we zijn nu wel bezig met de historie om dat helder te maken. Ja, en per saldo is daar uitgekomen, toch? Of is dat toch een andere? Ja. Daar praten we binnenkort nog even over door. Want daar weet jij dan weer veel meer van dan ik. Ja, dat is goed. Dank je wel. Geniet ervan. Ga ik doen, zeker weten. Doei doei. Morgen weer vanuit Eindhoven. Ik kan bijna niet meer bijhouden, joh. Ik doe het altijd keurig netjes vanuit mijn zolderkamertje. Maar tot in Eindhoven. Dat valt voor mij nog mee, hoor. Twee locaties. Dat is echt nog heel bescheiden. Ik heb er al vier gezien bij jou. Twee keer buiten? Ja, één keer buiten. Ja, nee, maar twee, denk ik. Echt maar twee. Oh, mijn moeder, ja. Mijn moeder en mijn vader. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, je bent te bewegelijk. Maakt niet uit. Dit valt echt reuze mee. Maar goed, tot morgen. Morgen. Hoi.